Ja, ze ging sporten op een avond en ze kwam niet meer terug. Er stond een politieagent voor de deur om mijn vader te vertellen dat mijn moeder was overleden. En jaren later kwamen we er eigenlijk in de familie achter dat er een erfelijke hartaandoening was. Die mijn zus uiteindelijk ook bleek te hebben. En waarschijnlijk is mijn moeder gewoon echt aan een hartstilstand overleden. Zij is dus zo uit het leven gegrepen, ja. met een jong gezin. Ja, dat is wel verdrietig. Je snapt dat denk ik als kind ook helemaal niet wat er eigenlijk is gebeurd. En hebben jullie als gezin de draad wel een beetje op kunnen pakken? Ja, zeker. Ja, zeker nu mijn vader eigenlijk niet meer is, ben ik misschien nog wel 10 keer zo trots eigenlijk. Dat ik denk, jeetje, wat heb je het knap gedaan met twee jonge meisjes. Haartjes in een staart, ons naar school brengen, zelf nog fulltime werken. En wel bijzonder eigenlijk dat hij dat als man alleen zo met ons heeft gedaan. En dat wij eigenlijk ook allebei wel opgroeiden tot gewoon twee leuke meiden die het gewoon wel goed deden, zeg maar. Maar er is dus ook een tijd geweest dat jullie ouders overleden waren en jullie met z'n tweetjes waren. Ja, klopt. Ja, toen mijn vader overleed, toen waren mijn zus en ik natuurlijk samen over. En je voelt wel heel erg dat je een twee-eenheid dan, zeg maar, bent. Ja. Dat waren wij eigenlijk altijd wel, maar ja, toen helemaal. Want als ik naar haar foto kijk, dan zijn jullie ook heel erg zussen. Ja. Ja, zij is altijd eigenlijk een beetje de donkerhaar variant en ik dan de blonde variant. Onze stemmen lijken heel erg op elkaar. Ik weet als wij mijn vader belden, dat hij altijd zei, wie heb ik nou aan de telefoon? Ja. En heel dicht op elkaar dus, ja. Toch? Ja. 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 Ja, en eigenlijk ook echt altijd heel veel samen geweest. Ja. Ik weet niet beter dat wij met z'n tweetjes gewoon met elkaar waren. Wij speelden gewoon ook heel veel met elkaar. Ja, ik denk ook automatisch dat je als oudste zus, op het moment dat je moeder overlijdt, ook een beetje toch in de moederrol stapt. En dat ik soms ook wel een beetje een moeder voor haar was. Misschien wel tot het irritant af soms. Ik wilde haar ook af en toe wel een beetje beschermen voor dingen. En ook qua gezondheid had ze gewoon wel wat dingen waar ik me zorgen over maakte. En misschien vanuit mijn zorgen dat ik daar af en toe inderdaad wel een beetje over kon bemoederen. En dat wat minder even zussenrelatie was. Maar ja, dat je even een soort denkt, ik weet het nu wel. Wat is een herinnering waar je met veel warmte op terugkijkt? Ik denk voornamelijk hoe wij ook gewoon met onze kindjes, zeg maar, waren. Weet je, we vroegen elkaar ook veel voor oppas op onze kindjes als ik oppas nodig had. Je hebt natuurlijk aan de ene kant ook geen opa en oma meer voor je kinderen. Dus ook daarin ga je rollen vervullen, zeg maar. Dus ja, ik vond het altijd heel fijn als zij op mijn kinderen kon passen. Maar anderzijds paste ik ook heel veel op haar zoontje. Maar zij heeft dus ook een jongetje achtergelaten dan? Ja, ja, Sam was 8 toen zij overleed. Ja. Dat maakt het soms ook wel echt alsof het zich allemaal een soort van herhaalt. Je kent het gevoel zelf van je moeder jong missen. Maar je voelt ook de pijn eigenlijk van hem, zeg maar. Dat je hem dat het liefst bespaard had. En tegelijkertijd is het ook echt het moeilijkste wat ik in mijn leven heb moeten doen. Om hem te vertellen dat zijn moeder dood was. Zelf mijn zus gevonden bij haar thuis op Sam's bed. Waarschijnlijk was ze aan het strijken en heeft ze een moment gehad dat ze even niet lekker werd. En is ze waarschijnlijk op Sam's bed gaan zitten en heeft ze toen een hartstilstand gehad. Jo. Ja. En is het voor haar dan ook bij kraakheldere hemel gebeurd? Had zij het niet kunnen weten? Nou, wij wisten natuurlijk wel van een hartaandoening die zij had. Zij had ook een ICD. Dus die grijpt ook in op het moment dat haar hart ermee zou stoppen of een onregelmatige hartslag zou geven. En hij heeft ook ingegrepen. 2 dagen voor haar dood heeft die ICD ingegrepen. Daar krijg je ook bericht van het ziekenhuis. Alleen op die bewuste dag heeft hij ook geen signaal gegeven. En is ze er eigenlijk gewoon tussenuit gepiept. Ik denk ook, omdat zij natuurlijk ook van die erfelijke hartaandoening wist en zich ook bewust was van het feit dat dit kon gebeuren, dat je hart ermee stopt en eigenlijk in één keer
krijg je ook wel veel meer echte gesprekken met elkaar. Ja. Dat je het hebt over van, ja, wat weet je, wat gaat er met Sam gebeuren? Of, had zij daar een idee bij? Ja, zij wilde wel heel graag dat Sam bij ons zou opgroeien. En dat heb ik haar toen ook wel gezegd, dat wij dat ook graag zouden willen. Dus ik ben ook wel blij dat wij die gesprekken hebben gehad, ook voor haar. Zodat zij daar toch een beetje meer rust over kreeg. Ja. Ja. En is dat ook zo gegaan? Ja, dat is ook zo gegaan. Zo. Ja. Maar toen jullie ouders, dus eerst je moeder en daarna je vader overleed, nam jij een beetje de moederrol over je zus? En nu heb je die dan weer over haar kindje. Ja, klopt. Ja. Ja. Kom je ook een beetje aan jezelf toe dan? Nou, dat heeft best wel een tijd geduurd. Want je wordt gewoon zo geleefd in het begin. En ik was... Ja, ik kwam eigenlijk ook niet echt bij mijn verdriet. Dat is dan ook nog eigenlijk te veel. En je kan dat eigenlijk ook allemaal niet echt handelen en overzien. En ik denk eigenlijk pas 1,5 jaar later dat bij mij eigenlijk echt de klap kwam van... we zijn nu een jaar voorbij. We hebben alles, voor alles is een eerste keer geweest, dat eerste jaar. En eigenlijk daarna kwam bij mij pas dat het echt, een lading kreeg bij mij. En ik ben heel lang heel boos ook geweest. Dat ik dacht, waarom moet dit mij gebeuren, zeg maar. Het voelde heel zwaar aan. Dat ik dacht, jullie zijn daar, ik ben hier. Ja. En nu moet ik het eigenlijk hier allemaal alleen doen. En hoe is het nu met je? Ik denk wel dat ik een stuk rust over mezelf wel heb gevonden. Ik ben heel blij dat het met ons gezin zo goed gaat. Dat het met de jongens zo goed gaat. Dat ik zie dat het gewoon 3 blije, gezonde jongens zijn die... gewoon wel gelukkig door het leven gaan. Ondanks dat we als gezin best wel wat hebben meegemaakt. Mm. En ben ik eigenlijk gewoon heel erg trots op waar we gekomen zijn. Ja. Maar ik weet ook zeker dat ik het niet alleen hoef te doen. En dat ik hulp krijg. En dat zij er nog steeds voor mij zijn. In wat voor vorm dan ook. Maar zij helpen mij.